Yo yo yo, wat's up mensen? Leuk dat jullie willen kijken naar een nieuwe aflevering van de Farming serie van toen tot nu. En vandaag gaan we eens even lekker wat cultiveren en lekker wat zaaien. In deze mooie trekker. Hop, lekker voorgloeien. Hop. Pit aan. Hop. En scheuren. Hoppa. Ah, op zich ziet hij wel mooi oud uit, dat achterdingetje. Hè? Het ziet wel een beetje. Ja, die cultivator. Ja, hoort wel een beetje bij dat oude spul van toen. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel prettig. Pas ik wel een beetje bij deze trekker. En lekker cultiveren, olé olé olé. Ah, dit ding werkt wel beter dan de vorige. 5 ja. Kilometer per uur, dan kon je beter echt die kleinere gebruiken, dan ging je nog sneller. Ja, daarom heb ik deze nog eens even getest, zeg maar. Ja. Dat scheelt wel. En in deze map zijn ook leuke velden. Niet te groot, niet te klein. Gewoon goed om te doen met dit materiaal. Ja, als je met het oude materiaal zeg van vroeger begint, dan is het niet echt handig als je een mega groot veld hebt. Nee. Deze landen zijn daar gewoon perfect voor. Het is gewoon precies ertussenin wat je nodig hebt. Ja. Dit gaat goed. Mooi 4 meter. Nou, ja, 4 meter. Het lijkt, ik blijf de dingen steeds zeggen, het lijkt steeds op onkruid, dat veld rechts van ons. Ja, zo ziet het er wel naar uit. Ja, het is het niet. Het is het echt niet. Nee. Ik volg jou gewoon, want ik ken hem gewoon niet in de weg rijden. Ja, ik ben gewoon eens even een rondje aan het maken en dan ga ik gewoon rechte lijnen trekken, zodat het makkelijker draaien ook. Nou, daarom. Hoppa. Ook dat een beetje een klotsend geluid hoor ik bij het apparaat. Ja, het geluid dat hij echt in de grond zit en dat soort dingen, dat is wel mooi. En zo'n rekje achter is ook wel mooi. Welk rekje bedoel je? Achter de cultivator. Hij is een soort net. Zitten er ook
Ja, daar zitten ook kleine pennetjes op. Ja. Ah, maar ik kan ook niet wachten tot Farming Simulator 2017 uit is, hoor. Ik verwacht er veel van. Ja, ze zeggen dat je nou ook karakters kunnen gaan kiezen, ja, dat je tussen in man plaats... en vrouw. Ja, en het poppetje ook wel kan aankleden ook. Daarin het verschil. Ja, en dat de graphics beter zijn. Beter. Ja, maar dat lijkt me ook, dat moet ook wel. Tuurlijk. Ze kunnen niet altijd op dezelfde graphics blijven. Nee. Want dan gaan ze waarschijnlijk nou over op een real engine, zeg maar. Een betere grafisch. Ja. Maar het kost ook wel meer video. Dat dan weer wel. Maar ja, met mijn PC kan je dat wel makkelijk aan. Hè. Ik heb nergens probleem mee. Ja. Maar ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ja, iets van oktober 2016 of zo, geloof ik. Oktober? Ja, oktober. Ja. Ja. Ze hebben het over de 25e juni, juli, augustus. 26e, zover ik augustus, september, heb. Oktober, nog 3 maanden. Ja. En hopelijk blijven er ook dat je de mods in kan doen, hè? Ik hoop het wel. Niet dat je met die basic spullen moet gaan rijden, vind ik zelf ook niks aan. Ja, en ook dat legt natuurlijk aan hoe het eruit ziet. Nou ja, kijk, qua grafisch moet het sowieso beter zijn, dus. Gewoon dat de velden gewoon echter worden. Want dit is gewoon heel eerlijk, is gewoon niet het mooiste spelletje op zich. Qua grondtextuur, vind ik. Nee. Op zich is het ook niet verkeerd natuurlijk. Nee, maar op zich het had wel... Het Farming Simulator bestaat al vanaf. Ja, die bestaat al even ook. Ja. Dat bestaat al een tijdje, ja. Maar goed, op zich. Kijk, die begintrekkers weer in 17, ja. Ja, leg er gewoon aan hoe dat eruit ziet en wat je er allemaal mee kan. Er kwamen wel wat nieuwe trekkers in de standaard pack, zeg maar, in het begin. Ja. Als je hem nu al koopt, dan kan je al 2 tractors ook al erbij krijgen. Maar ja, ik koop hem pas echt als die echt een dag voordat hij uit is. Ja, iets met camouflage of zo van een koe zag ik en nog iets anders. Nee, zoveel informatie had ik nog niet erover gevonden. Ik ben wel een paar dagen geleden heb ik wel een hele tijd lopen zoeken. Een beetje naar kijken of ik een demo kon hebben, maar ik kwam er niet achter. Ja. Een cat met rustbanden volgens mij. Ja, en een Lamborghini, zoiets. Iets in die. Iets anders. Ja, ik weet even niet hoe die heet. Maar nee, die soort hebben wij er ook hier al een keer in gehad. Ja, en eentje was iets met een soort koeien. Een koeien camo, klopt. Dat is die. Dit ding op rupsen. Die was iets met een soort van snake skin of zo. Die met rupsen. Ah. Weet jij dat is meer dan ik? Nou, ik kwam het toevallig van de week ook tegen, dus. En ook over die karakters, zeg maar, dat je dat man en vrouw kan kiezen. Geloof me, ik word een lekker wijf in het spel, hoor.
ik hoop dat de uniformen ook gewoon dat ook nog gewoon doorgaat. Dat ja, dat er ook gewoon in zit. Zelf je eigen paar schoenen, weet ik het wat, dat je allemaal. Het moet gewoon multifunctioneel zijn. Veel meer dingen moeten ze er gewoon in editen. Gewoon dat je bijvoorbeeld ook aan het water zou kunnen staan met een vishengel of zo. Dat je gewoon alles gewoon zelf kan. Wat je ook in het echt moet doen. Een beetje meer realisme. Ja, nou ja, dat vind ik. Dat is ook een simulator, vind ik. Simulators, dat moet realistisch zijn. Ja, klopt. Ik denk het wel mee eens. Ja, tot nu toe was Farming Simulator 2015 geloof ik €35 geloof ik. Op dit moment. Of 31,99 kon ook nog zo. Iets met 99, dat weet ik sowieso. Ja, en die 17 zou iets voor 35. Ja. Ja, of 35 ook goed. En ik hoop dat er sowieso ook al zo snel mogelijk service daarvan worden gemaakt. Dan ga ik over van 2015 naar 2017. Met deze serie. Ja, dat zou wel mooi zijn. Want op de trailers van hunzelf, dat was... Daar zag het er heel op zich heel mooi uit. Maar ja, weet je, trailers, dat zijn altijd dingen waar je je door verleidt, hè? Ja, dat is zeker. De trailer kan echt perfect eruit zien, maar de game kan er dan ook echt heel rot uitzien. Niet mooi, zeg maar, ja, maar grafisch. Bijvoorbeeld, ze zetten andere trekkers in en ze zeggen 17, maar eigenlijk is het gewoon 15, bewijzen van, weet je wel. Mm-hmm. Zo kan dat. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee, laten we het niet hopen. Ze hebben toch nog wel op best wel een hoge verwachting van van 17. Ik sowieso ook, ja. Ik verwacht er veel van. Ze hebben er nog niet heel veel uit laten zetten. Ze hebben nog niet veel gezegd erover. Alleen dat er een paar nieuwe trackers in komen. Dat je je poppetje dan kan veranderen. Aan de ene kant wel goed. En dat de grafisch wordt aangepast. Verbeterd, veel maar verbeterd. Aan de ene kant wel goed natuurlijk. Ja, ze hadden wel wat meer mogen laten weten, zodat meer mensen eventueel het spel gaan downloaden natuurlijk. Het is natuurlijk wel een promoting van het spel. Ja, of ze hebben zoiets van, ja, de mensen die 15 hebben, kopen ook 17. Oh, maar daar, zo'n persoon ben ik wel dan. Dus ja, aan de ene kant snap ik dat dan ook wel. Die koop ik sowieso 17, hoe dan ook. Maar mocht het niet goed gaan, dan krijg ik al mijn geld terug dus. Ja, en dan is het nog leuk om 15 een keer te spelen. Oh ja, zeker. Ik zit niet verkeerd. Nee, alleen de grafisch is wel wat minder. Zo, het veld is klaar met cultiveren. Laten we gaan zaaien met de zonnebloemen. Ja, is goed. Netjes knipperlichtje aan. Naar rechts, naar links kijken en oversteken. Ja. Ja, netjes op je voeten. Nee, hier hebben onze twee silo's en een hooibar en gras opslaan. Eventjes netjes schoonmaken de achterkantje. Zo. Moet die voor jou ook zo maken? Eerst die van mij natuurlijk. Bling bling. Kom op, ik wil het moet glimmen als diamant. Ja. Och, kijk eens. Als nieuw. Nou, hartstikke mooi. Het duurde wel heel lang om schoon te maken, dat wel. Ja, het duurt even langer. Ja, trek gaat nog sneller. Ja, dat is.
Maar goed. Je moet ook de juiste waspositie hebben wanneer die goed was, pas op dat moment. Zoals ja. Nou niet. Doe je te dichtbij, dan doet hij het ook niet. Nee, ga je verder, maar, doet hij het ook niet. Maar je moet er net precies tussenin. Schoon. Ja. Ja, stomme koeien aan je mond. Nou, dan hoop ik wel dat ze dat in 17 veranderd hebben. Dat ze zeg maar pas het geluid laten horen als het daadwerkelijk ook koeien is. Ja, ja. Wat nou is het, want we hebben nou echt serieus geen enkele koe, maar toch hoor je het geluid van een koe. Ja. Zo, ik heb hem op zonnebloemen staan. Hij geeft aan dat hij op kuilvoer staat, dat is een beetje apart. Nou, jij had ergens dat de andere zaaien staan, hè? Ja. Met al een tractor eronder, of dat nog niet? Ja, ook nog. Oh, oké, okay. Dus kan ik al naar veld 5 rijden? Rijd er maar naartoe. Dan gaan we even op pad. Nou, lekker even veld 5 is even inzaaien met zonnebloemen. Dan kunnen we weer verkopen. Met een behoorlijk aantal geld krijgen we daarvan. Gemiddeld 2.500 per ton. Oh, moeten we niet eerst even kunstmest eroverheen gooien? Kan ook daarna. Oké, dus het kan altijd nog achteraf. Ja, maar dan moet het wel gelijk gedaan worden voordat het echt gaat groeien, zeg maar. Zo, we maken wel een herrie, joh, met dat zaad. Hoog toerental. Ja, ja. Ja, dat is een mooi stukje zo, een mooi bochtje. Ja, dus het heeft wel wat. Alleen ik denk inderdaad die saaier ook even iets groter 4 meter worden of zo. Ik denk inderdaad in de volgende aflevering dat we dan een grotere saaier erin hebben. Ja, we kunnen wel even kijken. Hé, hey, ik mis een stukje. Zaaien kring. Psh. Hop. Ik erin. En rollen. Al dat eerst even één keertje rondom altijd. Dat is wel zo makkelijk. Nee, ik weet niet, ik doe het altijd, dus ik... Maar dan kan je ook geen stukje van een ander land eroverheen gaan. Nee, klopt. Hallo. Hallo. Was precies aan. En wat ik ook wel leuk vind, is dat altijd als de zonnebloemen gegroeid zijn,
gaan ze altijd richting de zon staan. Klopt. Ja, dat is wel mooi. Dat vind ik wel mooi. Maar het is niet als het wat richting de avond gaat worden dat ze dan de andere kant op gaan. Dat vind ik niet. Nee, dus maar ze gaan wel dat... richting zon. Ja. Lijkt me ook wel logisch. Dat het naar de zon toe groeit. Een mooi stukje van gemaakt, zo die streden erin. Ja, ik maak dit te lang. Ja, ik maak lekker gewoon een grote rondjes, joh. Volgens mij moeten we dat met z'n tweeën redden, hoor, zo'n veldje met zaad. Jawel, het gaat nog niet zo heel snel. Nee, maar ja, moet je nagaan als je aardappels plant, daar gaat hard. Daar kun je bij blijven willen, want dat gaat heel snel. Mhm. En dan komt hij weer aan. Nou, dat kan wel gebeuren. Maar ik maak ook eerst dit vakje af. Ja. Het is een beetje donker te worden. Ja, het valt mee. Het is een mooie... mooie zonsondergang, zo. De lucht is wel altijd mooi. Maar het kan ook nog beter qua grafisch. Hè? De wolken kunnen ook nog wat echter worden. Ja, maar toch vind ik dit ook wel wat hebben. Het heeft zeker wel wat. Want je kan heel veel verschillende soorten dingen. Je kan bedrijven opbouwen. Dat hebben we een paar mappen voor gehad. Kon je hele bedrijf bouwen. Met zand, gravel en alles. Ja. Alleen ja, de map was gewoon een beetje erg groot. Op een gegeven moment, ja. Is overal ver voorheen. Nou ja, voordat je uiteindelijk bij een ding was, ja. De map was gewoon 16 bij 16 als het nog niet groot was. Het was gewoon 10 minuten van de ene kant, 10 minuten naar de andere kant. En dat valt bij deze map wel weer mee. Deze map is ook 4x4. Maar dan wat makkelijker en leuk. Lekker klein, kleine veldjes, leuk huisjes. Mooi gemaakt map. En ook, hij komt ook overheen met de echte Stappenbach. En ik had een foto gezien dat deze map is echt gewoon 100% nagemaakt. Van de echte Stappenbach. Dan heb je er wel heel veel tijd in zitten. Ja. En een hoop dingen zeg maar dat je in het dorp moet halen. En kan verkopen. Ja, moeten we ook naar het dorp inderdaad om eventueel om wat geld te gaan verdienen. Moeten we wel af en toe wel wat dingen verkopen. Deze twee velden, veld 5 en 6, dat worden alle twee zonnebloemen. En dat gaan we dan verkopen. En ook natuurlijk altijd een deeltje houden. Mochten we een keer zelfs een crisis hebben, dan hebben we altijd nog wat te verkopen. Ah, ik trek het net. Wat? Tractoren. Ja, daar heb je wel moeite mee. Misschien in de volgende aflevering een nieuwe tractor. Die iets sterker is, maar ook ouderwets natuurlijk. We blijven sowieso nog even in het oude ritme. Met de oude spullen. We gaan om de 10 à 15 afleveringen, dan gaan we wel weer een upgrade doen naar een wat nieuwere stijl. 10 à 15 afleveringen.
maar af en toe iets erin wat ook oud is, maar net even wat breder. Of, ja, net even een klein upgrade in de oudere classic modellen. Ja, ja. Stukje 5 nog. Nog een stukje. Lukt het Raymond met het laatste kleine stukje? Ja, het pakt hem even net niet goed. Leuk hè, zijn die kleine stukjes. Ik heb ze ook 2 stuks hoor. Ik had er niet heel veel zin in. Nee, maar dan moet dat dan goed zijn. Ja, ik ga er zo nog een keer overheen. Komt er ook bij hem. Don't worry. Be happy. Klein beetje overlappen. Wat hè? Even een klein beetje overlappen. Soms pak je hem wel, soms pak je hem niet. Ja. Ah ja. Ik denk als ik hier geen frontgewicht aan doe, dan gaat hij stijgen. Ja, dat kan je wel merken als je hem optilt. Die mooie omhoog. Ja. Je voelt hem gewoon naar voren gaan. Oh, ik wil even weer mijn saaier naar beneden zetten. Hop. Dus komt er geen zaterrand, hè? Ik denk dat je nou 1 keer terug moet. Deze breedte haal ik niet. Of wel? Nee. Oh shit. Nee, de breedte haal ik niet. Komt eraan. Oh, red je makkelijk. Goed veld. Wat zijn? Zwaard. Ja. Ik zit nog op 38%. Hier nog 60. Dat betekent dat ik harder heb gewerkt dan jou. Ja, oh, dat geeft niet, dat maakt het wel. Nou, maar dit is inderdaad het laatste veldje. Nou, aan jou de eer. Nou ja. Ik denk dit net niet. Pak ik nog even dat andere stukje even mee, 2. Ik heb nog een klein stukje laten liggen, dat kan ik niet pakken. Ah, oké, nou kom is ik net terug. Een grap. Zo jongens. Nou, het laatste stukje. Jongens, laat een like achter, subscribe en laat vooral een reactie achter van wat je ervan vindt. En dan spreek ik jullie laters.